Al zolang ik me kan herinneren, heb ik een slecht zicht. Ik ben geboren met een glaucoom. Ik ben Evelien, maar iedereen noemt me Evi. En ik ben slechtziend. Ik vind het belangrijk om een actief leven te leiden en werk te doen waarin ik mij zowel op professioneel als persoonlijk vlak kan uitleven. Na mijn studies voor maatschappelijk assistent slaagde ik, dankzij de begeleiding van de Braille Liga, voor de examens om aan de slag te gaan bij de overheid. Vandaag werk ik bij de aankoopdienst van de FOD Mobiliteit. Mijn werkomgeving werd aangepast met hulpmiddelen in functie van mijn taken. Zo heb ik een toetsenbord met grote letters, een beeldschermloop om makkelijker documenten te lezen en spraak- en vergrotingssoftware om vlotter te kunnen werken op mijn pc. Ik gebruik specifieke verlichting die ik kan aanpassen aan mijn noden qua contrast. Zo kan ik comfortabel werken en visuele vermoeidheid voorkomen. Ik gebruik soms ook snel even mijn loopbril om kleine teksten te kunnen lezen op documenten of op mijn smartphone. Met de hulp van collega's en ook dankzij mijn geheugen ben ik vertrouwd geraakt met apparaten op de werkvloer. Wanneer ik door de gang wandel, moet ik wel aandachtig blijven, want soms laten mensen dingen in de weg staan. Ik hou ervan om naar kantoor te komen om mijn collega's te zien. Samen een koffietje drinken, eens goed kunnen lachen. Ze staan altijd klaar om te luisteren of om me te helpen als ik overbelast raak door al het vermoeiende beeldschermwerk. In vergaderingen gebruik ik een draagbare beeldschermloop en een iPad waarmee ik kan inzoomen op mijn documenten. Aan het einde van de werkdag neem ik de trein terug naar huis. Dankzij mijn hulpmiddelen voel ik mijzelf zeker. Met mijn sprekende klok ben ik altijd op tijd. En met mijn kijkertje zie ik ook goed de uren van de treinen. Ik heb het lang erg lastig gevonden om mijn handicap te aanvaarden. Maar met de morele en praktische steun van de Braille Liga heb ik toch de klik kunnen maken. In de trein weet ik mij altijd wel bezig te houden. Ik luister naar een verhaal met mijn Daisy-speler of ik bekijk wat leuke filmpjes op mijn smartphone. Met een app kan ik ook teksten op papier inscannen en beluisteren. De treinrit is een ideaal overgangsmoment voor ik thuis kom. Ik werk ook 2 dagen per week thuis. Dan doe ik videocalls met mijn collega's en gebruik ik mijn beeldschermloop met spraak om documenten te beluisteren. Als het werk erop zit, ga ik graag lopen bij mij in de buurt. Dat helpt om mijn hoofd leeg te maken en om te ontspannen. Of ik knuffel even met mijn katten. Mijn man is een filmliefhebber. Om een film te bekijken gebruik ik een toestel dat automatisch ondertitels genereert in de grootte van mijn keuze. Aan het einde van de dag voel ik mij soms helemaal leeg. Want het vergt heel veel concentratie en energie om mijn werk goed te kunnen doen. Dan is het zo fijn om thuis te komen en het samen gezellig te maken. Je moet ook durven genieten.